dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik ben hier vandaag samen met... Thomas! Zal ik nu inzetten? Ja. Zoals jullie misschien eerder gezien hebben, hebben wij alle twee eerder de Oreo Lick Race gedaan. Ja, en ik heb natuurlijk gewonnen van Gio. En ik van Rutger. Omdat wij allebei gewonnen hebben, moeten wij het nu tegen elkaar gaan opnemen. Spannend! En natuurlijk is er voor de verliezer weer een challenge. En Thomas, wat is die challenge? Nou, een hele leuke challenge. Namelijk, de verliezer moet zichzelf omtoveren in een chess queen. En wat moet hij dan gaan doen? Een rondje door de supermarkt of door het dorp. Dus eigenlijk gewoon jezelf voor gek gaan zetten. Dus daarom ga ik gewoon winnen. 3, 2, 1, go! Oh, ik was hier. Ik was echt hier. Oh, dat scheelt heel weinig ook nog eens. Ik ben sowieso heel blij dat ik heb gewonnen. Ja, felicit. Zo, wow. Oh, nee, ja. Weet je wat dit betekent? Ja, dat ik als een... Sesqueen. Ja, door de supermarkt moet. Ik wens je echt enorm veel succes. Ja, dankjewel. En ik ga toekijken en je vooral niet uitlachen. En jij succes in de finale. Ja, oh, ik moet de finale gaan spelen nu natuurlijk. Ja. Helaas ben ik dus de verliezer. Ik heb de challenge verloren. We gaan nu eerst naar de winkels om een pruik te halen en natuurlijk gele smink. En dan maar, denk ik, boodschappen gaan doen. Ja, deze nog langer. We zijn dus net even naar de winkels geweest en ik heb een blonde pruik gekocht en smink. We zitten nu in de auto, dus ik ga me nu hier lekker sminken en dan... Oh, sorry. Lekker man. En dan de supermarkt in. En lijkt het al een beetje? Oh my god. En er komt die vrouw. Die vrouw lekker. De hele auto gaat tekeer. Nee. Geel gesminkt. Ik heb mijn lippen ook geel gemaakt met een potloodje en mijn wenkbrauwen. Dus nu de pruik opzetten. En dan... Oh, dit is echt erg. Zit hij goed zo? Nee, nog niet helemaal. Laat zien. Goed? Ja, dat is beter. Het ziet er niet uit, maar het is wel beter. Nou, ik heb mijn pruik op en mijn gezicht is helemaal klaar. Dus nu kunnen we de supermarkt in. Jasper gaat mee en Gio gaat ook mee. Yeah. Dus jongens, gaan jullie lekker voor mij schamen of niet? Ja. Oh, why are you so lelijk? Ah, Gio moet gaan filmen. Hé, hey, als jij nou even de camera overneemt, dan ga ik eventjes wat anders halen hier zo, ja? Nee. Jawel, kom. Nee. Jawel, je moet mee. Want ik vind het zelfs awkward om te filmen. Ja. Kan je nagaan. Wat gaan we halen? Ja. Het lijkt gewoon goud, hè? Hier, pak de camera. Nee. Dat heb ik gewoon een beetje. Nou jongens, ja Mel, ik wil graag een flesje vers geperste chiedrans. Zou jij dat maar voor me maken? Oké, okay. Is goed. Ik wil die. Wil je deze? Ja. Waar komt het uit? Daar. Oh shit. Wow. Oh ja. Dankjewel. Kijk, jongens, goed. Je moet altijd. Doe het veilig. Ja, doe het veilig en drink gezond. Kom maar. Ik wil iets van chocola. Nee, nee. Nee. Ik wil chocolade letter met letter J. Letter J? Ja. Ga maar. Oké, alsjeblieft. Dankjewel. Een mooie J. Hier, mag ik iemand vragen? Weet je wat ik ben als ik zo ga staan? Nee? Nee. Oh. Ik ben een emoji van WhatsApp, weet je wel? Die je gebruikt op WhatsApp. Alleen WhatsApp en dan is dat een emoji. Ja, ik zal... Hier heb ik die. Hier rechts, dat vlakje. Ja, dat is er al. Dat als is ik zo ga staan. Ja. Dat is hartstikke leuk.
blijven, hè? Ja, je moet wel zo blijven, inderdaad. Sorry, mag ik wel fijn gaan? Ja, dat doe je. Ja, oké, en weet je wat ik ben als ik dit doe? Echt niet? Nee, shit. Nee, hè? Ik zeggen, ik ben een emoji. Oh, ja. En weet je dan welke? Ja, die zo. Ja, zie je! Oké. Gehaald, dus we gaan weer. Dan gaan wij wel toekijken hoe belachelijk je eruit ziet. Ik kom wel over een paar minuten, ja? Nee, maar. Ja. Ja, hè? Weet je wat ik ben of niet? Nee. En als ik zo ga staan? Blijf op je telefoon. Blijf op je telefoon. Nou ja, ik ben benieuwd. Ja, dat gaat vast in de moed. Ja, goed zo! Ik ben weer thuis aangekomen. Ik heb het sminker afgehaald en mijn gezicht is nu weer redelijk schoon. Ik ben echt serieus zo blij dat dit erop zit. Ik keek hier echt zo erg tegen op. En ik schaamde me echt zo, zo dood in die winkel. Mensen keken me echt aan alsof ik een of andere gek was. Ik hoorde zo'n jongen ook aan de kassa zeggen van zo, kijk die dan, die zijn gek. Hoorde ik echt zo iemand zeggen, ik dacht, no. Wat vond jij er nou van? Ik vond het raar. Je zag er natuurlijk echt super vaag uit. En ja, en jij liep natuurlijk met mij in die winkel. Ja, dus ik dacht van, oh my god, nu ben ik dus naast zo'n iemand gelopen. En dus denkt iedereen ook van mij dat ik zo raar ben. Ja, echt hè. Dus... Maar ik ben natuurlijk niet echt zo, hè. Echt zo. Nee, je bent niet echt zo. Nee. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan nog even je stap blauw duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik je snel weer bij de volgende video. Doei doei! Bye.